En welkom op mijn kanaal. Vandaag heb ik weer een make-up tutorial voor jullie. Deze keer, aangezien ik de laatste tijd heel kleurrijke looks heb gefilmd, wilde ik voor iets een beetje meer natuurlijks gaan. Voor de rest had ik geen plan in mind, maar dit is het dus geworden. Laten we snel beginnen. Ik begin weer eventjes met een oogprimertje. Ik heb mijn kwasten gewassen en nu kan ik niks meer vinden. Het erge is, dat doe ik echt iedere week. En echt iedere week kan ik vervolgens niks meer vinden. Het is een talent. In ieder geval, ik ga dus eerst eventjes mijn ogen primen. Ik moet toegeven dat ik weer terug bij mij de Maybelline Color Tattoo. Deels omdat die fijn is, maar ook deels omdat ik bij deze kan zien hoeveel er nog in zit. En bij die van niks niet. En ik nu paranoïde ben dat die opraakt voordat ik eens een keertje de moeite heb genomen om een reserve te kopen. Ik weet niet, wie is ook zo. Ik moet altijd, ik kan er niet enig in zijn, serieus. Ik ben er niet enig in, want mijn moeder doet het ook. Die zorgt ook altijd dat ze overal een reserve van heeft. Daar heb ik het van geleerd. Maar ik zorg echt dat ik van mijn favoriete producten en van dingen die gewoon nodig zijn, te stampen staan en alles. Weet je wel, dat ik er altijd een reserve van heb. Dat als er eentje op is en ik een nieuwe pak, ik altijd gelijk het op een boodschappenlijstje zet. Van oké, dan moet een nieuwe reserve van komen, dat ik nooit zonder zit. Ik weet niet, het lijkt me ontzettend irritant namelijk als je gewoon serieus anders een keertje zonder tandpasta zit ofzo. Of zonder douchegel. Of zonder primer. Het zou ook tragisch zijn tenslotte. Tussendoor, als je me ooit, zoals nu bijvoorbeeld, heel veel primer tussen mijn ogen ziet blenden. Dat is niet met een of ander doel. Dat is puur omdat ik dan te veel heb aangebracht op mijn oogleden. En het niet wil, niet te dik wil hebben. En het ook niet wil wegvegen, want dat is zonde. Dat je het weet. In ieder geval, vandaag ga ik eens een keertje oorbel. Waarom zit jij verkeerd om? Hoe durf je? Hoe dan ook. Ik ga weer eens voor budget met een Catrice Pro Slim Palet. Deze keer het Next Generation Nudes. Je kan dit soort paletten gebruiken voor nude looks. Je kan duurdere paletten gebruiken, maar ik ga niet heel vaak voor nude, dus dan ga ik graag voor cheap. Ik begin even met een transitiekleurtje in de crease. Obviously, de transitiekleur is een roze tint. Want dit zijn allemaal roze tinten. Nou ja, niet allemaal, maar de hele vibe van het palet is wel tamelijk oud-roze, naturel roze-achtig. Dus ik dacht, laat ik een fel roze achtergrond doen, zodat het duidelijk is wat het kleurthema is. In ieder geval, die gaat met een grote fluffy blender in de crease. En daarmee ga ik gelijk eventjes het blenden dadelijk makkelijker maken. En bovendien ook eventjes zorgen dat ik geen gecreaste oogprimer in de crease heb, want dat zou irritant wezen. Ik denk dat ik vandaag voor een beetje een look ga met, ik weet niet, bijna een romantische look. Ik bedoel, ik doe zelf verder niks met romantiek wat dat betreft, maar romantische make-up kan toch altijd. Ja, dat is denk ik het idee. Yes, we hebben een thema. Volgens mij zijn we al, weet je wel, meer dan 5 minuten in het filmpje nu, maar we hebben een thema. Beter later nooit. Heel eerlijk, soms heb ik nog wel enigszins een thema voordat ik ga filmen. Ik ga even naar een wat dieper roze kleurtje. En een wat dikker, meer kleur oppakkend kwastje. Maar in ieder geval, ik weet niet. Soms heb ik wel echt zoiets van dat ik een bepaald idee heb voordat ik begin. Of bijvoorbeeld dat ik aan een film heb gezien dat het een filmidee wordt. Of bijvoorbeeld dat ik echt een specifieke kleur wil doen. En dan niet van het palet wat ik gepakt heb is roze-achtig, dus roze. Maar echt dat ik een idee heb met een kleur. Van ik wil de combinatie van die en die tinten. Maar vandaag, ja, ik weet niet. Vandaag was meer zo'n dag van, qua timing, ik moest vandaag wat filmen, want van het weekend heb ik geen tijd. Ik heb zin om te filmen, maar ik heb geen flauw idee wat ik wil. Dus wat doe je dan? Je pakt het eerste palet wat je in je handen krijgt. En dat was toevallig deze, en dan ga je gewoon vanaf dat punt werken. Dan kom je soms best op leuke looks. Moet ik toegeven trouwens, dat als ik serieus niet voor een filmpje, maar gewoon in het wild voor een random dag een look doe, dan gaat het meestal ook op zo'n manier dat ik gewoon echt random een product pak. En ja, dan gewoon er wat mee creëer. Heb ik wel één ding mee moeten leren, dat als je daadwerkelijk een snel even een look wil doen om de deur uit te gaan voor iets, dat je dan wel voor producten moet gaan waarvan je weet dat ze werken en niet net dat moment moet uitkiezen om eens eventjes voor dat en net dat ene oogschaduwpalet te gaan wat je eigenlijk nooit gebruikt en dan gebruik je het en dan herinner je je ineens van, oh ja, daarom gebruikte ik het nooit. Want dat is een beetje jammer altijd. En dat is echt serieus zo irritant. Hè? Als je dan ergens heen moet. En ik weet niet, ik ben make-up artist. Ik vind het belangrijk dat in ieder geval mijn eigen make-up dan oké zit. En dan breng je iets aan en dan denk je van, oké,
hoe ga ik dit redden? En dan ben je uiteindelijk veel langer bezig dan je eigenlijk van plan was met die hele look. Terwijl je eigenlijk de deur uit had gemoeten, like 10 minuten geleden. Even terug naar die eerste kleur om dat te blenden. Maar in ieder geval, dus ja, weet je wel, als je haast hebt, doe niet wat ik 10 keer gedaan heb. Gebruik gewoon een product waarvan je weet dat het goed werkt. Ik wil geloof ik die binnenste oog ook nog ietsje donkerder hebben. Dus dan ga ik eventjes een... de klein blendertje voor gebruiken. Soms heb ik echt dat ik zo op de make-up gefocust ben. Dat ik serieus de meest random woorden randomly vergeet. In ieder geval, dit is... ja, ik weet niet. Ik heb hier niet een specifieke reden voor. Ik wilde hier gewoon extra schaduw hebben. Dus ik dacht, ik breng het aan en we zien wel waar het schip strandt. Weet je wel, je moet risico's durven te nemen in het leven. Niet als je haast hebt met je make-up. Dan zou ik niet aanraden om eventjes iets te gaan uitproberen waarvan je niet weet hoe het uitpakt. Maar ik hoef vandaag nergens heen, dus vandaar. Tenminste, ik heb vanochtend al gewerkt. In tegenstelling tot vorige week gelukkig niet in een plensbui. Te zien aan mijn haar. Het ziet er minder gruwelijk uit dan in waarschijnlijk de filmpjes die vorige week online zijn gekomen als je dit ziet. Maar goed, ik wil verder de deur niet uit, dus ik kan wel wat risico nemen. Oké, het ziet er nog steeds zacht uit, maar een beetje meer intens of zo. Ja, ik denk dat dit risico goed is uitgepakt. Heeft uitgepakt. Is, heeft. Grammatica. Ik ben make-up artist, geen docent Nederlands. In ieder geval, dan tijd voor het ooglid. Die ga ik met shimmer doen. Eerst met een roze shimmer. En ik ga deze keer met een zacht kwastje het aanbrengen. Want ik wil het niet per se metallic hebben. Ik wil vooral de glitter eruit brengen. En als ik het dan zo dab, heb ik het idee dat dat meer het gewenste effect bereikt. Niet echt in de crease, gewoon zo binnenste oog op even vrij laten. Kwast afvegen. En een beetje zo blenden dat er geen harde lijn zit. Maar dat het ook niet dit lichte stuk net tussen donker en dit bedekt. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. En dan voor de binnenste ooghoek ga ik voor een wit-goud tintje. Daarvoor ga ik even die kleine blender gebruiken die ik eventjes goed heb afgeveegd. En die blend ik uiteraard ook eventjes samen met... ooglid shimmer kleur. Je kan trouwens ook minder highlighter aanbrengen. Ik hou gewoon zelf van een behoorlijk heftige binnenste ooglid highlighter. Maar het mag altijd subtieler als dat meer je ding is. Dan wil ik qua eyeliner eens een keertje voor gel liner gaan. Gewoon simpelweg omdat ik het bijna nooit doe. Dus ik dacht, waarom niet? Again, eigenlijk ook niet iets wat je wil doen als je echt daadwerkelijk een make-up look doet om ergens heen te gaan. Maar niet... maar niet. Ik weet niet hoe ik de zin wilde eindigen, maar mijn punt was, again, van als je een make-up look doet. Om ergens heen te gaan en haast hebt dat je dan dus niet allerlei dingen uit de kast moet halen die je normaal gesproken nooit doet. Maar ik wil vandaag gewoon een wat zachtere eyeliner en ik krijg dat persoonlijk meer voor elkaar met een gel liner. Want met een liquid liner wil ik alles altijd gewoon super scherp hebben. Voor een gel liner trouwens. Ik dacht altijd dat ik niet met gel liner kon werken. Tot ik dit kwastje een keer probeerde. Plat en super dun. Werkt voor mij persoonlijk makkelijker met gel liner dan een angled kwastje. Het werkt nog beter als ik niet ondertussen klets. Want anders dan hou ik mijn ogen niet stil. Het is net wat je prettig vindt. Maar ik vind deze persoonlijk erg fijn werken. Deze specifieke is de Eye Definer van XO Beauty trouwens. Maar... nou ja, je zag net de forum, dus als je niet helemaal uit Nieuw-Zeeland wil bestellen. Er zijn ook Nederlandse merken en in ieder geval merken die in Nederland verkocht worden. Bij Nederlandse webshops die er hetzelfde uitzien. En dan voordat het zelfs maar de kans heeft gehad om helemaal te drogen, ga ik met een donkerbruine oog... schaduw. Niet precies daar langs. Hoe krijg ik het voor elkaar? Oké, dat doe ik dadelijk even met een wattenstaafje en een stukje... een stukje, een beetje. De professional aan het werk. In ieder geval op de... Ik haal het dadelijk wel weg met een wattenstaafje en oogschaduwremover wilde ik zeggen. Punt is, daarom doe ik dus altijd mijn gezicht als laatst. Ik ga even over de bovenrand van die eyeliner met een wat zachter kwastje en een donkerbruine oogschaduw. Om dus die wing wat meer smoky te maken. En ik hou hem wel echt goed dun aan de binnenste ooghoek, want dat wil ik dus niet te veel hebben. Tenminste, dat wil ik niet te groot hebben, laat ik het zo zeggen. Vooral die buitenkant wil ik goed smoky hebben.
zojuist verzonnen dat ik het nog net wat meer smoky wil. Dus ik ga eventjes diezelfde kleur heel lichtjes op die blendkwast stoppen. En de bol naar boven toe blenden in de crease. Wel echt alleen in de crease en niet op het ooglid. Want ik wil niet al de shimmer, al die roze shimmer bedekken. En het puntje van de wing wil ik ook zichtbaar houden. Dus echt, ja, gewoon... Oké, deze uitleg gaat lastig worden. Dus dit. Gewoon zo naar binnen blenden dat het een beetje natuurlijk schaduw geeft. Natuurlijk. Volgens mij zijn we wel weg van het punt natuurlijk, maar je snapt wat ik bedoel. Oké, dan hebben we dit resultaat. Ik ga eventjes de fallout verwijderen. En daarna eventjes foundation en concealer en poeder opdoen. En dan kom ik weer terug. Dat zit erop. Ik ga eventjes contouren. Mocht je trouwens het idee hebben dat mijn wenkbrauwen perfect passen bij de ooglook. Dat komt omdat ik als wenkbrauwproduct een oogschaduw heb gebruikt. Alles wat ik gebruikt heb, is trouwens onder het filmpje in de omschrijving. Maar wat was de kleur? Deze hier, Classy. Ik dacht, laat ik eens Classy zijn. Dat was serieus een van mijn slechtste grappen ooit, sorry. Maar in ieder geval, die heb ik dus als wenkbrauwpoeder gebruikt. Want ik weet niet, hij zag er geschikt uit. Het is echt heel fijn en zacht en goed gepigmenteerd, dit oogschaduwpalet. Ik bedoel, echt heel erg, heel goed voor de prijs. Ik bedoel, serieus, het is heel mooi spul, terwijl het echt uber cheap is. Maar goed, die werkt dus ook prima voor je wenkbrauwen. Om bij het voornamelijke Catrice thema te blijven, gebruik ik maar even een hele oude blush van Catrice. Dit is een defining blush. Ik weet niet of ze hem nog verkopen überhaupt, maar... Het is in ieder geval een roze blush, dus ja, roze, roze. Dat past. Als gezichtshighlighter ga ik dezelfde kleur gebruiken die ik op mijn binnenste ooghoek heb gestopt, maar dan heel lichtjes. Want het is natuurlijk een oogschaduw en ik wil niet full on metallic op mijn wangen. En op mijn neusbrug en op mijn cupidoboog. En nou, via die omweg toch weer bij palet gekomen zijn, gelijk maar even het oog afmaken. Ik heb het idee dat mijn camera steeds meer die kant op focust. Niet qua focus, maar letterlijk dat ik mijn camera gewoon steeds verder opzij ram iedere keer als ik hem aan en uitzet. Dat is hij in ieder geval. Ik ga die donkerbruine kleur op de zijkant van een plat kwastje pakken. En daarmee eigenlijk die wing een beetje uitblenden richting de onderkant. Heel lichtjes, want ik wil het niet te donker hebben. Zoiets. En dan in de lichtroze kleur, die eerste transitiekleur op de zachtere kwast. En daarmee voorzichtig een beetje blenden. Ik dep meer dan dat ik echt naar beneden toe blend. Want again, ik wil het niet too much hebben. Gewoon niet zoals dit. Dan eventjes de waterlijn in een nude kleurtje. En dan de wimpertjes en dan zijn de ogen eindelijk klaar. Dan qua wimpers. Je kan voor een natuurlijk paardje gaan. Of je kan voor alleen mascara gaan. Ik had zin om voor foam ink wimpers te gaan. Dus ik ga voor behoorlijk heavy. Maar ja, weet je, deze look is gewoon al intens zo, dus je kan gewoon in feite, ja, doen wat je wil. Wil je het meer draagbaar houden, alleen mascara, bijvoorbeeld. Wat je ook doet, het wil wel helpen dat als je wimpers gebruikt, ze niet aan je tweezers blijven kleven. Maar dit is dan een meer glam optie. Terwijl de wimpers drogen, even wat setting spray. Dan mascara. Ik ga met een look als dit altijd graag voor een wat lege mascara, zodat ik zeker weet dat de wimpers mooi natuurlijk worden. Dus vandaar. Dan tenslotte lippen. Ik denk dat een nude lip hier heel mooi bij zal staan, maar eigenlijk wil ik een lip die bij mijn achtergrond past. Dus ik ga voor felroze. Ook een optie. En hier hebben we dan het uiteindelijke resultaat. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. Als je het filmpje leuk vond, klik dan alsjeblieft op de like-button. Zou me heel erg helpen. En als je meer van mijn filmpjes wil zien, dan kun je altijd abonneren op mijn kanaal. Ik doe 2 make-up tutorials per week. En dan nog een derde filmpje, wat van alles en nog wat kan zijn. Voor nu in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken van dit filmpje. Ik hoop dat jullie weer een hele fijne dag hebben. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!